Hi, Charlie. Hallootjes. Leuk je eindelijk in de stoel te hebben. Heb je een beetje zin in vandaag? Ik heb er heel veel zin in. Heb je enig idee wat we gaan doen vandaag? Ja, we gaan een gezellig kerstlookje maken. Ja, we gaan beginnen met een heel zacht lookje met die je lekker naar een diner kan uitdragen. Mm-hmm. En daarna kun je dat gerustig gaan opimpen als je daar nog even zin hebt in een lekker feestje. Laat de kerst maar komen. We hebben net een basis aangebracht. Begin ik met een lichte bruine kleur in de arcadebroek aan te brengen. Zelf vind ik het ook altijd fijn als je merkt dat je te veel pigment op je kwast hebt. Altijd fijn om even op je handen af te vegen en daarna terug in het ogen. Ja. Ik vergeet dan wel eens mijn handen schoon te maken en dat je met die hele vieze handjes... Ja, ik ook. Dat je door de mand valt. Ik breng de donkerste kleur breng ik altijd aan de buitenogen. Doe je dan wel op het ooglid of doe je hem iets daarbuiten? Nee, daarbuiten. Echt op dezelfde plaats waar we net de lichtste kleur hebben aangebracht, in de arcadeboog, maar dan niet zo hoog. Thuis met familie. Kerst thuis, oud en nieuw soms weg. Dan ga ik in de hele donkere bruine kleur, geen zwart. En die hou ik aan bij de wimperlijn. Ik snap wel dat je inderdaad donkerbruin pakt en niet zwart. Once you go black, you never go back. Ik heb de fallout dan een beetje weggeveegd met een kwast. Daarover breng ik een klein laagje concealer aan en dan laat ik echt eventjes zitten. Zodat de poeders in het product die zetten dan al. Als je hem dan uitvaagt, dan heeft hij meer dekking. Ah, ik vind het wel leuk. Lekker bezig jij. Zo, dan zijn de matte donkere kleuren van de oogschaduw, die zijn gedaan. Mm-hmm. Dan kunnen we met een beetje glitter gaan spelen. Oh, we gaan ook nog glitteren. Ja. Oeh. Joggingpak, als het even kan. All I want for Christmas is... Oké, niet te hoog voor mij. Dan breng ik de glitter aan, alleen op het eerste gedeelte van het ooglid. Dan, als laatste stap, de lippen. Een klein beetje setting spray, zodat alle poeders in elkaar gesmolten worden. En dat het make-up het hele diner, inclusief de tiramisu, blijft zitten. Ik denk dat jij dit hartstikke goed gedaan hebt. Nou, dat weet ik wel zeker, maar zit het in het kaas. Ja, ik voel me helemaal klaar voor het kerstdiner. Maar je hebt ook nog een leuk feestje dan aan. We gaan voor de party look. Ik moet zeggen, ik vind dit al best wel voor mij doen. Is dit heftig? Dus ik ben heel benieuwd hoe heftig de party look is. Appelbonnier, toch? Team appelbonnier. Overal suiker op, sowieso. Ik wilde de wimperlijn iets donkerder maken met toch een teentje zwart kleur. Maar die ga ik mixen met de bruin. Heel dicht bij de wimperlijn. En daarna ga ik toch met deze, die is ook weer wat donkerder, maar er zit een heel klein groen glittertje in. En die breng ik juist ook weer aan de buitenkant, waar we eerst die hele donker hadden aangebracht. En als extra touch pak ik alleen de lichte kleur, breek dit een beetje op. Ga ik een klein beetje deppen. Net een soort halo effect krijgen. Spaans leren, minder suiker eten, meer gaan sporten, gaat allemaal niet gebeuren. Ik hoop een gezond kind op de wereld zetten, zonder al te veel problemen. Je hebt nog als optie om een paar nepwimpers aan te brengen. Jij hebt natuurlijk al hele volle, hele mooie lange wimpers van jezelf, dus dat heb je niet nodig. Maar het is altijd een optie. Dan hebben we nog één stap en dat is de lippen een beetje bijwerken. Nou, dit is het prachtige verhaaltje geworden. Tada!